En welkom bij deze extra video van Nina Kookt. Ik heb dit heerlijke gerecht samen met Vita gemaakt. En wil je nou weten hoe we dit hebben gemaakt? Check dan even de originele video op Concentrate Velvet. Vita, wat hebben we eigenlijk gemaakt? We hebben een kip avocado salade gemaakt met bosbessen vinaigrette. Ja, wie had dat ooit gedacht dat je dat vandaag zou maken? Inderdaad, niemand. Wil je trouwens meer van Vita te weten komen? Dan is het ook even leuk om de originele video te checken. Want ik heb haar het hemd van het lijf gevraagd. Ik ben dus zo benieuwd. Jij mag beginnen. Echt? Ja, tuurlijk. Dan ga jij helemaal kijken hoe ik eet. Ik ga kijken hoe jij eet. Oh my god, oké. Dan moet ik eigenlijk van alles wat een beetje. Ja. Dus even kijken. Avocado, een beetje feta, kippie, amandel. Oké, moet je tegelijk niet doen. Oh my god. Is het lekker? Niet normaal. Echt? Heel lekker. Oh mijn god, ik ga nu ook proeven. Het is oprecht echt heel lekker. Ik ben zo benieuwd naar die bosbessen vinaigrette, want het was echt super makkelijk om te maken. Nou. Oh, van kwaad. Lekker toch? Echt heel lekker. Zou je dit thuis ook een keertje maken? Nou. Als lunch wel. Ja, precies. Als ook avondeten wel gezonde lunch. Ja. Als avondeten zou ik dit te weinig vinden, denk ik. Als je nog iets mag toevoegen aan het gerecht, wat zou dat dan zijn? Ik zou het misschien niet met feta doen, maar met geitenkaas. Ja. Ik ben echt een geitenkaas lover. Voor de rest vind ik het wel goed zo. Ja. Ja. Die dressing maakt het interessant. Daardoor is het niet flauw. De dressing hebben we dus zelf gemaakt. En leuk om te weten, we hebben net een echte kok van 24 Kitchen, Hugo. Hugo. Heeft dit geproefd en die vond het zelfs lekker. Oké, Vita, wat kunnen we nog van jou verwachten dit jaar? Sowieso video's samen met mijn zus. Ja. Die gaan hoe dan ook komen. In de vorm van leuke series op ons kanaal. En ik denk iets meer dans in mijn leven. Ja, want je bent naar New York gegaan voor dansen. Maar daar doe je nu niet heel veel meer mee? Nee, eigenlijk niet. Ik werk sowieso ook echt niet meer als danser. Maar nu met Velvet Dance was super leuk dat ik dat mocht doen. Dus zo in die zin, ja, die zin had ik een beetje opgepakt daarmee. En ik twerk af en toe op mijn Instagram. Je twerkt op je Instagram? Ja. Waarom twerk je op je Instagram? Nou, vind ik leuk om te doen. Maar je kan het dus ook echt goed. Af en toe doe ik Twerk Tuesday. En dat komt dan random komt dat op mijn Instagram. En mensen vinden dat helemaal leuk. Dus ik denk, nou. Maar je kan het dus echt heel goed. Nou ja, ik kan op zich twerken. Wil je dat even doen? Ja, met schort alles? Nou, doe je schort maar uit. Ik zag al dat je een goede beeld in deze broek, als ik dat mag zeggen, als vrouw zijn. Dankjewel, dankjewel. Ik kan het echt niet. Maar jij hebt wel een beeld. Thanks. Dus je zou het kunnen. Nee, ik ben echt een hark. Ik zweer je, als ik ook dans, doe ik alleen maar dit. Dat is het enige wat kan. Dus ik wil graag dat jij gaat twerken. Ik moet wel muziek dan hebben, of zou ik gewoon zonder muziek? Mogen we een muziekje op? Heb ik niet allemaal dingen tussen mijn tanden dat ik gewoon nu helemaal als een soort van... Ik word hier helemaal warm van, jongens. Miauw. Ik wou echt dat ik dit kon, ik zweer je. Ik ben dingen van jou. Ik zeg dat je het boeit. Kan jij niet dit eens laten? Ben jij de vader? Als jij mijn vader, ik ben als een vader. Doe me maar raden, dan moet ik praten. Want ik ben dan, ben je nu met mij? Als ik ben met jou. Dat was een toetje. Ik denk echt dat jouw vriend gezegend met jou mag zijn. Dat je zulke moves hebt. Ik zag de man van de regie al helemaal warm worden. Ik denk echt dat mijn vriend wou dat ik dat kon. Ik vind ook echt ballen dat je hebt dat je dat even doet. Maar ik vind het altijd wel een beetje spannend hoor. Hoezo? Je kan het gewoon. Gewoon. Ja, omdat toch. Het is gewoon een beetje spannend. Want ik probeer ook altijd zeg maar op een gekke plek te doen. Op een... Ook in de supermarkt of zo. Ja, heb ik gedaan. Oh mijn god. Ja. Dat kan ik op je Instagram zien? Ja. Ik wil dat sowieso op je Instagram zien. Wat is je Instagram? Tiger Vita. Zet ik hier even neer. Ik ga namelijk ook checken, moet het zien. Echt super vet. En ik denk ook wel gewoon naar vrouwen toe. Dat je gewoon dat laat zien, want wordt er ook wel eens negatief op gereageerd? Nou, eerst wel. Toen ik hiermee begon, was het echt zo van, oh kijk die tata. De blanke mensen willen ook dit doen opeens, helemaal zo. Maar nu de laatste tijd moet ik zeggen, want daar let je dan toch op. Ja.
nul negatieve reacties. En dat vond ik echt best wel bijzonder. Dat is toch wel niet iets wat je vaak ziet, denk ik. Ja, maar het is toch super vet als je dat als vrouw kan. Ik ja, denk, als ik zulke filmpjes zie, dan ga ik zelf zo in mijn slaapkamer staan. Dan zie ik de spiegel en denk ik, lijk ik erop of niet? Maar ja, ik vind het echt vet dat je dat doet. Oh, en nou, ik moet leuk. Ook zeggen, ik vond het echt heel gezellig om jou in de keuken te staan. Ja, vond ik ook gezellig. Ik vond het echt heel leuk. Ja. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Zijn jullie nou benieuwd hoe we dit hebben gemaakt? Check even de originele video. Wil je meer van Vita zien? Er kom je op haar eigen kanaal. En ze heeft een dance van Concert Velvet gespeeld. En op haar Instagram moet je even haar twerk move zien. En ja, dan wil ik je heel erg bedanken. En dan zie ik jullie tot de volgende keer. Doei! Doei!